Robert, ga opzij, anders staat de visserman er niet op, hè? Heb je handschoenen? Heb je handschoenen? Ja, Beppie heeft handschoenen bij zich. Houd je lijst weer op. Draaien. Blijven draaien. Uit die motor! Zet hem op die slip af en toe, hè. Uit die motor, hoor ik. Ik weet niet of het waar is, maar... Ja, dat is langzaam de boot uitzetten, joh. Rustig aan. Ik wil niet veel vertellen, maar als zien we van, ga ik nog verhuizen ook. Motor uit! Er zit iedereen de ding in. Kijk eens. Nee, maar ben ik de eerste op de Eclipse of die niks hebben? Ga ik nog verhuizen ook. Dat vind je gek ook. Deze gek. Zijn gezellig vast. Nou, los. Laat maar gaan. Slip! Gaan we nog wel lekker gaan, zeg maar. Ja, jongens, laat hij waarschijnlijk zo'n gekke wel. Geert heeft het zo aan te vertellen. Ja, maar laat hem lekker oefenen. Laat hem lekker oefenen. Laat hem lekker oefenen, we hebben nog één dag nog. Hij zit er met z'n drie in de boot, laten we lekker oefenen. Ja, laten we lekker gaan. Ja, het mooiste daar aan de kant binnen, het matje verpakken. Leg die mat. Een stukje naar rechts. Let op die hengels nou ook nog, hè? Ja. We kunnen er meer achter elkaar aan komen. Check hier zo. Hey, die gaat er niet uit, hoor. Die zit aan zijn lippen. Ja. Kijk eens. Nou, dat is leuk. Nou, het is wel iets groter als die van Frans. Waar moet je dat nee, nou nee, nee, ja. Sorry, Frans. Deze is rond de 80 centimeter. Ja. Deze is 80 centimeter, schattig. Die keer de boot in tillen. Ja, die keer gewoon de boot in aan. Ik ben van de klap. Ja, leuk man. Twee meer van. Nee, dat vind ik leuk. Nee, serieus. Allerlei is nog niet de boot, hè? Nee, maar die verspelen daar niet meer, hoor. Als we nou allemaal aan één kant gaan staan, dan zijn we alles kwijt. Oh, okay. Ja, zo. Even matje pakken of niet? Ja, pak matje. Ja, maar in de boot. Zie je, hé. Hoe ga je matje pakken? Kom maar hier, hé. Maar waar legt Siem nou? Bij welke boei? Er liggen geen engels meer. Hey. Een beetje... Siem ligt bij... Ach, nee, bij boei. Eindelijk moest zijn. Daar hebben we na een week voor gezeten. Nou, dat is wel leuk. Ja, dat maakt toch niet uit. We hebben er wel. We zijn weer verder. De voerplek is leuk, hè? Moet je de eerste dag doen? De man zullen we een beetje bijboeken. Die vissen en mij voeren. Ron zullen we een beetje bijboeken. Hij zit te kijken. Kom maar even. Jawel. Ja, dat ja, ook beet. Hij heeft ook weer beet. Frans heeft ook weer beet. Kan hij dat tegen, joh? Daar moet je eigenlijk ook mee met de boot. Maar ik kan voor jou niet, joh. Onderlip. Ja, die boot zit voor die haken. Al die pelsen gaan groter eraan, hoor. Nou, jongens. Frans, pak je vader. Dat is een mooie Simon. Nee, je metertje. Zien, waar is je meter? Is het pas? Overpakken. Wat heb je handschoenen voor iemand? Ja, dit is handschoenen. Kijk, daar zitten messen. Hier, pak mijn kijk, jongens, als je naar die slot kijkt dan die messen zitten.
Laten we eens kijken. Ja, die zit er zeker. Hè? Even dat matje pakken, jongens, dat matje. Wat voor matje? Dat is helemaal opgeruimd. Ja, maar ik vroeg het, dat was niet nodig, zei ze. Ja, wel, wel, maar hij gaat spartelen. Waar is je hakkenpak? Dank je, Frans. Ah ja, die heeft Frans, gaat Frans wel. 150 zeg maar. Mijn man. Zal ik weten wat hij zijn met je vier? Jij ook maar? Ja jongens, er moeten nou krappen vissen zijn die er overheen gaan vandaag. Ik moet altijd weg. Waar je nou ook gezegd, hè? Jij hebt hem opgevallen. Waar moet ik hem bij leggen? Hey Luc, heb hem bij leggen. Ja, met midden. Even erin filmen, jongens. Even kijken. Die bek is uitgelegd. Wow, Luc, kijk eens even. Zeg, al je pellets zitten er nog in. Zie je dat? Heerlijk. Zit hij vol weer? Ik moet hem weer even met Luc helemaal op hebben, hoor. Wat een monster. Ja. Nou, Luc, schoffel hem nou